Yo, ik ben Christian. En ik Tim. En vandaag gaan we stop spelen in een buitenwinkelcentrum. Ja. Waar is het feestje? Hier zijn normaal. Nou, dames en heren, vandaag gaan we stopje spelen in het buitenwinkelcentrum. Dit is de eerste aflevering van het nieuwste stopje. En vandaag gaan we stopje spelen in het buitenwinkelcentrum. Ik heb heel veel zin en ik hoop jullie ook. Mijn dorp. Jouw dorp. Ja. Eigenlijk gewoon een keer. We doen dit keer alles bij Tim in de buurt. Seizoen 4 is dit van stopje. Season 4 already. Ja. How wonderful. Ja. Dus. Wist ik. Jij wel. Ja. Nou, nu weten de kijkers het ook. Als ze het kunnen verstaan, omdat ik ze zag praten. Maar goed, laten we doorgaan. We zijn nog best wel veel. Laten we doorgaan. Ja. Nou, we gaan. We hebben eigenlijk al een grens getrokken. Nou, dat zien jullie wel. En het is zo. En het is een iets groter winkelcentrum als vorig jaar. Want vorig jaar was het een soort van straat. Het was niet zo heel groot. Ja, dat was meer gewoon zo'n blok waarin een paar winkels stonden en meer was het ook niet. Nee, toen hadden wij... Nu is het ook gewoon echt straat, 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 zo. Ja. Dus ja, ik heb heel veel zin en ik hoop jullie ook. Dus we nog even steen, vier, schaar. Weer gaan stoppen. Ja. Steen, vier, schaar. 1-0. 1, 4, schaar. Ja. Ik heb gewoon al. Nou, ja. Dat is leuk. Ja, de winnaar gaat altijd weer verstoppen, toch? Voor mij wel. Ja, ik weet het niet meer. Wil jij als eerst verstoppen? Ik ga wel als eerst verstoppen. Oké, dat is goed. Dat mag. Oké. Nou, dan zeg ik 3, 2, 1, gaan. Ja. En daar gaat Tim. Voor de eerste keer dit seizoen. Voor de vierde keer op rij. Of nou ja. Vierde keer verstoppertje. Hoe de fuck is dit leuk? Kijk, hij loopt er heel rustig weg. Maar straks, we hebben een fiets. Dus wij gaan volle power gaan we er naartoe rijden. Ik heb er heel veel zin in. Ja! Oké. Daar gaan we, kijk. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Oké. Dus ik loop deze kant op. Zoals jullie net op het plaatje wel hebben gezien, jullie weten waar precies. Dan langs mogen. Het is mijn taak om ergens te verstoppen. Ik heb nog geen idee waar ik wil zitten. Ik ga rond moeten lopen. Dat is ook wel het voordeel als ik aan de ene kant als zoeker in een onbekend gebied voor allebei. Ook al woon ik hier. Het is voor mij ook een beetje onbekend, zeker het gebied waar we echt in gaan zitten. Heb je als eerste zoeker wel een voordeel voor een verstopplek vinden? Aan de andere kant heb je als verstopper ook 10 minuten de tijd om in jezelf te zoeken. Dan wil je niet langer dan 5 of 6 minuten bezig zijn met verstoppen, maar... Oké, over de straat heen, altijd naar links en rechts kijken. We hebben daar een rotonde, daar mogen we niet verder. Het loopt hier door. Ik ga zo ver als ik kan zitten. Zodat hij zoveel mogelijk tijd kwijt gaat. Met het
bekijken van plekken. Stom licht. Licht is niet lekker vandaag, maar het komt wel goed. Ik ben benieuwd wat jullie denken of wie jullie denken dat hier gaat winnen. En tenminste, ik hoop dat ik ga winnen. Net even wezen in de reacties wie jullie denken dat hij dit seizoen gaat winnen. Want ik heb vorig seizoen gewonnen. En Tim die heeft dat seizoen ervoor gewonnen. Dus ja. Het gaat allemaal vrij snel. We zijn nu ongeveer al 2 minuten bezig met wachten. Iedereen van deze supermarkt denkt, waar de fuck zijn deze mensen aan het doen? Maar ja, ik mag over een minuutje of 3 vertrekken. 2,5, 3. En het zal prima. Oké, we hebben hier dus... We hebben hier het einde van de... Hier een straat. Waar niet verder mag. Als ik verder wil lopen, moet ik hier naar links. Even kijken. Laten we Tim in een hele korte tijd pakken. Want dan kunnen we zo snel mogelijk weer naar huis. Zo snel mogelijk koffer pakken weer naar huis. Nee, dus... Nee, ik zeg... Nou, dan zou Tim even dekken heel snel pakken. Dat komt mooi uit. Yes. Mooie actie, jongens. Ik heb laatst geneukt met een kick. Dat was heerlijk. En dat ging hartstikke goed. Dat was echt lekker. Ja. Nee, dit kunnen we dus niet doen. Dat is wel echt geil. Gaan we hier net links vandaan? Volgens mij wel, ja. Goed. Ik ga hier zo zitten. Ik weet niet helemaal zeker of ik hier mag zijn, maar als het goed is wel, dat ik daar langs de bonie langs kunnen gaan. Wacht, als hij dat doet, wintertijd over mij. Goed, hij mag nog niet komen. Oké, jongens, over een minuut mogen wij vertrekken. Ik heb er heel veel zin in en ik ben benieuwd wat Tim is. Over 1 minuut gaan wij gaan rustig rijden. Ik zet de fiets alvast in de startkabels. Goed. Zodat wij straks rechtstreeks die kant op kunnen. Want daar moeten wij naartoe. Ja, ik zag Tim wel daar naartoe lopen. Dus hij zal niet op dit parkeerplaats zitten. Dat voor voordeel hebben wij nu al wel. Ik zit te denken, als ik hier in dit hoekje ga zitten. Zo, op het bankje. Zo. Dat werkt prima. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. En de eerste jacht dit seizoen is geopend. We gaan Tim vinden. Ik zou me echt benieuwen waar we Tim kunnen vinden. Ik vind Tim... Laten we eerst om bij de bonie kijken. Ik vind Tim wel zo'n boniegast. Dat is, mag hij nu zo weg. En ik ga hier lekker zitten wachten. Is dat niet zoveel spannend van mijn kant nu vinden, maar... Zal ik hier ergens... Oh, hij kan... Het is fucking druk. Het kan zijn dat hij ook zich even mooi tussen auto's gaat verstoppen. Het is niet illegaal om hier te zitten, dus... Het werkt prima. Het is gewoon eventjes een paar minuten wachten tot hij me vindt. Maar ik moet wel zo lang mogelijk wegblijven. Ik heb ergens niet heel veel zin om te gaan lopen. Dan kan ik misschien hier niet achter spotten. Nee. Daar is hij niet. Zal die? Hier. Nee. Ik moet wel even wennen weer hoor, dit seizoen. Komt iemand aan, ik
Zou misschien zo moeten praten. Misschien zou die hier nog kunnen zijn. En anders moeten we gewoon door naar de bakker. Nee. Ik zie die ook niet. Ja, er zit er iemand bezig, dus ik zal hem misschien zo meteen misschien moeten uitleggen. Dus. Tim is niet bij de HEMA. Nee. Of hij ziet me helemaal niet zitten. Helemaal top. Bijna 2 minuten, 3 minuten bedoel ik, voorbij. Nou, dit is volgens mij de grens waar Tim mag zich verstoppen. En hier is hij in ieder geval niet. Dus ik denk dat ze maar richting de kruispad gaat. Nou, of hij moet erachter zijn. Oké, dit is wat lastig dag vandaag. Trouwens, als jullie deze video ook leuk vinden, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal, druk op het belletje, zodat je geen enkele upload mist. En deel het met iedereen die je kent, zodat je ons helpt groeien. Bedankt! Wat is dit? Nee, dit zou hier nooit zijn. Als er ook iemand ooit de deur buiten komt, waarschijnlijk dingen uitleggen. Zullen jullie misschien meekrijgen, misschien laat ik eens uit de video. Dat doen toe of die man zag me niet, of die man boeide het niet dat ik hier zit. Registreerde het niet goed en is in de vlieg geweest. Waarschijnlijk omdat hier bloemen zitten. Leuk. Ik denk dat hij hier in de buurt is, maar... Fuck. Dit Ik dacht dat het winkelcentrum gaat nog vrij vlug doorheen. Maar ik ben hier al 5 minuten bezig en ik had hem niet vinden. Maar goed, bijna zit richting de 5 minuten verstoptijd. Dus waarschijnlijk meer content hebben op Christiaans kant op het moment. Want ik zit eigenlijk alleen maar stil en praat niet zoveel. Ja, maar ja, dat is het ding van de verstopper. Hij kan ook tussen de auto's zitten, jongens. Nou, ik zit binnen de grenzen van waar ik mag, dus... Ik moet zeggen, ik vind dit weer een lekker plekje. Ik zit hier zo, ik heb mijn camera zo lekker duister. Nou, ja, telefoon dan, maar... Je mag volgens mij niet op allemaal staan. Oh, dit is ook nog wel. Daar is hij weer, daar is hij. Zit hij op een bankje? Ja, dat vind ik wel een goede verstopplek eigenlijk. Ja, hè? Zou ik hem ook zo even gebruiken? Ah, dan kom ik direct hierheen. Ik wil nog 5 minuten, sorry, hier zitten, want ik wist niet wat het eigen trein was. Hij dacht met, nou oh, weet je wat, ik ga toch even kijken. Maar ik was eerst helemaal daar, dus ik dacht met, nou ja, daar kom ik niet, daar is 10 minuten verder. Maar het was schijnbaar wel zo, want je had me waarschijnlijk al wel een keer kunnen horen. Ik heb je waarschijnlijk, ik heb je volgens mij niet gehoord, maar... Nee. Want ik heb daarachter nog eerst gekeken, toen ben ik weer helemaal stappers te... Wat lager heb ik gekeken? Ja, achter die auto's. Ik vond jou alsof zo niet achter die auto's gestopt. Nee, als je even je hekje om had gegaan, dan zag je hem zo op een bankje zitten. Maar ja, we hebben, het is gelukt. Het is gelukt. Hij heeft iets meer dan... 6 minuten. Iets meer dan 6 minuten volgens mij. Ja. Maar ja. Nou, even zien of ik dat kan verbrengen. Ja, ik deed het ook heel dom om tot daar te komen trouwens, want ik ging eerst zo om. Toen realiseerde ik me, wacht, ik had hier langs kunnen gaan. Ja, dat denk ik ook achteraf, maar ja. Jongens, ik zie jullie straks. Wij gaan weer even terug.
ik ga nu verstoppen. Hij gaat nu weg, hij heeft mij gevonden in iets meer dan 6. Ja, ik hoop dat ik het ook in 6 minuten... Ik hoop hem in binnen 3 te hebben. Nou, dan zeg ik tot straks. Ja. En 3, 2, 1, je gaat. Ja. Gaan we lekker lopen, ik heb geen zin om te rennen. Geen zin om te rennen, dat is mooi. Ik heb nog een heel seizoen te gaan. Dat is waar. Ja. Oh, we hebben nog een heel seizoen te gaan en ik moet nog... Maar ja, ik heb geen zin om te rennen. Ik ga lekker lopen. Lekker rustig. Genieten van de natuur. De natuur is goed. Zwaai naar Tim. Doei doei. Kijk, hij zwaait terug. Edit de zoom maar in. Nou. En dan... ga ik. Nou, die is weg. En dan zit voor mij nu even wachten. Het is voor mij niet zoveel interessant om te vertellen, dus... Ik zou dus een goede plek kennen, maar... Maar goed. Hij is weg. Ik moet nog even wachten. Ik... Chris. Dicht van zo ver mogelijk. Weet je het handje op. En kijk, daar was ik toen aan het begin. En daar kan je wel tot het eind. Ik hoop niet dat mensen dit niet leuk vinden. Dat is ook goed content. Oh, maar dan kan Tim spotten aan die kant. Maar dit is wel nice. Als Tim hier is, kan ik hier zo overheen kijken. Maar ja, na het wacht, hij kan wel van die kant zien. Dat is wel kut. Maar ja. Dat is helemaal kut. Ik ga hier maar zo zitten. Ik zit hier toch. Hey, de kont is nat, maar ja, boei. Hoe lang zal het duren voordat Tim mij vindt? Hier kan Tim ook goed door de andere kant. Het risico is, hij zal niet verwachten dat ik hier zit. Ik ga misschien aan die kant kijken of dat ik daar zit. Maar niet aan deze kant. Als goed gaat Tim zo starten. Met zoeken. Veel. Nou ja, hier. Ja, dat ziet er, zijn heel klein. Hier zie je eentje. Dus in de middel daar heb je de een. En daar heb je de een. Dus fucking apart. Vierde seizoen van Verstoppertje. Het wordt wel het meest gekke seizoen ooit. Ik mag bijna weg. Ik mag weg. Ik mag weg. Over 3, 2, 1. Ik ga er vandoor. Tim die had nog wel echt een luxe plekje. Die bank. En als ik daar ga zitten, ja, dat valt wel heel erg op. Het begint slecht scoren al gelijk. Je wil natuurlijk wel echt gelijk het nieuwe seizoen goed beginnen. Misschien dat er nog wel 10 afleveringen of 9 afleveringen komen. Ik zei naar links of naar rechts te gaan. Dat heb ik niet gezien, dat kon ik ook niet zien. En het licht is weer kut. Nou ben ik fietsen met deze fiets zo, op deze manier niet zo fijn. Even zien. Oké, ik ga hier naar links. Beetje winkelcentrum terrein op. Nou, winkelcentrum. Winkelterrein. En ik ga als allereerst op dezelfde plek kijken als waar ik zat. Zit hij daar niet? Ik verwacht hem hier niet te zien zo, maar ik ga kijken alsnog. Het gaat lekker, ik zie Tim nog niet. Daar ben ik wel blij mee. Ik zal geen Tim te bekennen. Maar ik kan niet heel hard praten, want anders vindt hij mij heel makkelijk. Zeg, ik weet niet waar hij nu zo is. Ik praat zelf ook niet zo heel hard, dat is mijn probleem. Dus de kans dat ik hem hoor, dat is echt vrij klein. Wacht ik al.
Hij zit er niet. Hij zit ook niet hier ergens achter. Nee. Oké, nieuw plan. Aangezien dit zo'n beetje de weg is waar je niet verder langs mag. Daar kan ik niet makkelijk langs. Sorry als jullie het niet rood. Ik ga die kant. Even kijken. Naar rechts. Ja. Ik ga niet voor mijn handen op deze fiets. Dat is voor mij niet te krijgen. Iets meer zo deze kant. Ik zit elke keer weer omheen te kijken. Ik heb weer dat gevoel dat ik elke keer omheen moet kijken waar Tim zou kunnen zijn. Nou, ik zie hem nog steeds niet. Daar ben ik echt fucking blij mee. Hier zo hebben wij een rotonde waarbij je niet verder mag. Hij kan daar nog zitten. Die straat. Aan de ene kant. Daar, Tim hoorde, met was de wind. Het is toch een mooi boerendorpje. Hallo! Daar is hij hoor! Daar hebben we hem! Bijna nog geen 5 minuten ben ik. Oh, dat is netjes. Nog geen 5 minuten. Weet je wat ik dacht? Ik dacht zo, ik ga hier even zo met mijn camera kijken. Kan ik op mijn beeldscherm zien waar jij bent. Of dat jij hier bent. Nou, ik heb je. Race jongens, nog geen 5 minuten. Heb je netjes gedaan, Tim? Ik heb hem gewonnen. Dit is niet een goede start voor het seizoen, maar gelukkig is de schade wel meegevallen. Ik had Tim een 6. Dat is wel een goede start voor het seizoen. Ja, voor mij dan. Maar kijk, ik heb wel gelukkig zo dat, tenminste, ik had jou in 6 minuten en jij hebt mij in 5 minuten. Ja, jij had mij in iets meer dan 6, ik had jou in minder dan 5. Ja. Oké, zeg maar 2 minuten tussen. Maar ja, dat kunnen we wel inhalen. Ja, 1,5 minuut volgens mij. 1,5 minuut, nou dan halen we dat de volgende aflevering in. You will try. Wel benieuwd. Ik, dames en heren, ik ben ik ben niet blij dat Tim me heeft gevonden. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zeg tot volgende week. Jo. Later! Vond je de video als leuk? Nog veel blauwjes omhoog. Abonneer op dit kanaal. Volg ons op Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok. Druk ook het belletje, zodat je geen enkele upload mist. Laat een leuke reactie achter wat je ervan vond in de comments. En deel het met al je vrienden en vriendinnen. En druk even op het belletje. En dan wil ik nog één ding zeggen. Oh ja. Nou, dan wil ik nog één ding zeggen en dat is tot volgende week. En misschien weer dan. Misschien wel, waarschijnlijk niet. Nee. Later. Later.